Hoi en leuk dat je kijkt naar deze workout. We gaan een workout doen tegen zwabberarmen. Ik hoor heel vaak, wat moet je nou doen tegen zwabberarmpjes? Er zijn een aantal oefeningen voor en ik doe dan ook oefeningen die jullie thuis ook kunnen meedoen. Dus dat is super makkelijk. Hier zijn de drie beste oefeningen tegen zwabberarmpjes. Super bedankt voor het kijken naar deze video en natuurlijk helemaal toppie als je hebt meegedaan met de workout. Laat ook even weten in de reactie hieronder. En abonneer je zeker even op mijn YouTube kanaal. Het is helemaal gratis en elke werkdag komt er een vlog van mij online om 7 uur 's ochtends.